Ja, daar zijn ze weer aan het toeren voor de nieuwe aflevering van... Woningvlog. Vrijdag. Zo is het maar net. En van harte welkom dat je weer meekijkt. En even cryptisch gaan we beginnen. Ik heb een citaat. Ik denk wel dat we eeuwig leven, want eens gegeven blijft gegeven. Wat denk jij dan? Ik denk Martinus Nijhoff. Hij mag het nooit beraden. Nee. Wat ben jij te goed in je klassiekers? Ik had een klein beetje voorkennis, ik geef het niet. Oké. Nou, en jullie ook, want jullie zagen natuurlijk al in de intro van het filmpje waar we heen gaan. En waar gaan we naartoe? Martinus Nijhoff, nummer? 49. Helemaal goed. En het is een heel mooi nummer, 49. Ja. Want is het je geboortejaar? Nee, helemaal niet. Maar ik wil alleen maar zeggen dat het een hele mooie woning is. Het is een hartstikke leuk en een knap huis. Het kan ook helemaal geen toeval zijn, want meestal doen we echt hele mooie knappe huizen in deze... Eigenlijk moeten we het mooie woning voor vrijdag noemen. Mooie woningen. Nou, ik vind het een heel bek vol met tanden. Heb je nog iets te vertellen over de woning of gaan we gewoon gelijk naar binnen? Nou, het is een hartstikke keurige tussenwoning. Voor een goede prijs, zeker op het moment. Drie grote slaapkamers. En echt groot hoor. Echt op hogere sfeer. In hogere sfeer. Ja, je weet als de bladeren vallen en de auto staat in de straat, dan staat er hier iets te koop bij Schijven Versluismakelaars. En onze Mike Mulstee, die staat achter de palmboom opgesteld om de deur open te doen. En eens even alle straten zien van deze prachtige woning. Hartstikke welkom, kom verder. Buiten is het koud, maar binnen is het één warm bad. Ja, en hebben wij te veel gezegd over deze... grote zaal. Dansvloer. Want kijk zo, normaal doe je je haren kam in het schilderwerk. Hier kan het gewoon in deze mooie vloer. Ik vraag me al wat jouw lakschoentjes zijn. Ja, die stonden bij de lakker. Dus ik net even niet. Hey, maar zonder gekkigheid, echt een riante woonkamer. Het leuke is van deze woningen, normaal gesproken is dit ongeveer je beukenmaat. En hier heb je dus gewoon een meter meer. En dat geeft echt een riant gevoel. Heel groot. Ja. Had je niet verwacht als je deze gevel zag. Nee, echt waar. Er zitten veel verrassingen in dit huis qua ruimte. Dat is gewoon echt heel leuk. En het voordeel is ook, je hebt hele mooie lichtinval vanuit de keuken. En ik weet dat jij het graag doet. Nee. Dus ik stel voor dat jij de keuken ook nog even verder afpakt. Mag ik hem gewoon meepakken? Jazeker. Nou, dat doe ik dan. Want deze keuken is wat ouder. Daar moeten we eerlijk in zijn. Heeft wel een leuke opstelling met alle inbouwapparaten die je wenst. Koelvriescombinatie. Vaatwasser. Is hij er weer, ja? Hij is er weer, zeker. Kookplaat, combi over, afzetkap. En bovenal, en dat vind ik het allerleukste, ik keer jullie even de rug toe. Als je hier staat, heb je een hartstikke gaaf uitzicht. Magnifiek zicht over de straat. Ja, goed. Hé, hey, nog even een klein dingetje. Ja. Heb jij je vetkuif al staan? Nee. Ja, ik denk, we gaan een stukje toeren. Ik moet wel zeggen, dit is wel uit de tijd voor mijn muziek, omdat we toch vaak in muziek bezig zijn. Hartstikke leuk. Meer dan 40 jaar oud, zelfs ouder dan ik ben, je zou het niet zeggen, maar dit is natuurlijk gaaf. En dit laat ook zien hoe groot dit huis is, want je kunt dus gewoon prima je brommen hier kwijt. Deze staat en waarom zou je het ook niet doen? Ik ook weer eens wat anders. En je de deurtje achter jou? Ja, gaan we zo meteen door naar buiten, maar je hebt hier een soort tochtportaaltje, waardoor je niet gelijk al je warmte verliest als je super praktisch van buiten naar binnen komt. Zullen we naar boven gaan? Nou, hoe zitten we die hogere sferen? Ik wil het even wat anders laten zien. Oh. Ik ben toch bezig met de beneden verdieping. Want hier zit nog iets wat je niet verwacht. Nou, pak je het allemaal ook, hè? Ja, weet je, geef je vinger. Ja. Namelijk hier in de hal. Je verwacht het niet. Maar daar zou je hem hebben. De Remeha. Ja, uit 2012. Wordt netjes onderhouden. Komt voor de rest de meterkast en het toilet. De standaard dingen. Niks bijzonders. En een mooie trappenkleding. Precies. Dat we die maar eens gaan proberen naar boven toe. Ja, en aangekomen op de verdieping lopen we gelijk de oude slaapkamer binnen. Atjan, wat ben je aan het doen? Ik ben even aan het kijken hoe hoog het hier is. En zelfs op de trap kan ik nog niet bij het plafond. Ja. Dus zeggen, ja, je bent ook niet zo groot, klopt ook. Maar toch, het zegt heel wat. We hebben hier heel veel ruimte. Leuk zicht op het torentje. Ik ga even kijken of jullie dat mooi in beeld kan brengen. Ja, daar is die hoor. Dat is ook voordeel. Als je een keer wat gedronken hebt, je weet altijd welke kant je op moet richting huis. Want de watertoren is je richtpunt. Maar even serieus, deze slaapkamer, hele mooie grote ruimte, inderdaad veel hoogte, ruimte voor een grote kast. En denk je dan van ja, daar hebben we het zeker gehad, grote ruimte klaar. Nee, we hebben nog twee grote slaapkamers aan de achterkant en aan de voorkant. Kijk even zelf, dit is ook een afmeting, die is buiten proportioneel. Ja, wat een enorme lengte, dit is voor mij bijna 5 meter, heb ik begrepen. Nou, aan de voorkant, als je zegt, hebben we een zee van licht, nou... Oh, dat is een plekje voor jou. Dat heb ik al gezien. In het zonnetje. Dit is wederom die hoogte.
En sanitair, is dat opgelost? Ja, dat hebben ze goed gedaan. Ik draai nog even een klein rondje om goed een indruk te geven van deze grootte van de... Voorstrijd. Kan dat ook? Ik had eigenlijk verwacht dat je dat er aan het doen was. Ja, sanitair geldt eigenlijk hetzelfde voor als de keuken. Het is functioneel, het is goed, het werkt, maar het is wat verouderd. Het is van het bouwjaar van de woning. Wel aparte douche, heel makkelijk, een heel mooi meubel. Witgoed aansluiting aanwezig en het toilet. Ja, we kunnen snappen als je hier nog wat aan zou gaan doen. Als je zegt, nou, budget is even op, hier moet het mee doen. Je dan kan gaat het prima nog wel mee. Je kan er ook nog wel even mee doen, hè? Zeker. En gaan we nog naar buiten? In tropische sferen. Tropische sferen. En dat met temperaturen rond? In november rond de 6 graden. Maar wel lekker zonnetje trouwens in de tuin. Dat hebben we dan weer wel. Nou, Milstee, dat is een lekker tuintje. Je staat tussen de palmen. Zeker. En je had het over het zonnetje. Nou, het zonnetje heeft plaatsgemaakt voor wat lichte bewolking. Het is wat fris, dus we hebben even die jas aan. Je hebt even je duk. Het is een duckveertjes jas aan. Geen duckface, nee. Maar wel een duckjas. En wat we zeiden, je hebt hier wel echt een leuke tuin. Inderdaad, in de tropische sfeer met de palmbomen. Hij ligt op het noorden, maar daardoor heb je wel, zeker door de bebouwing eromheen, een goede middag- en avondzonnetje. Ja, dat hij er niet is, die bebouwing eromheen bedoel je? Ja, door de bebouwing eromheen, die er niet is. Dat precies. Komt inderdaad. En daarom liggen deze hier. Ja. En niet voor niks. Want hier ligt je heerlijk in het zonnetje, als hij schijnt. En denk je van, nou, het zonnetje, dat hoeft voor mij allemaal niet, maar ik wil wel lekker mijn spullen kunnen bergen. Ook dat is gewoon heel goed mogelijk, want hier heb je de schuur, voorzien van elektra. En nog een extraatje. En hier nog een cadeautje. Een overkapping. Waar ze hier nu de fietsen plaatsen. Je hebt er wat voorraad, kun je er kwijt. En de vrije achterom. Deze schuur was in de optiesferen. Hele die zat niet... verhaal compleet. Nee, deze hebben we erbij gezet. Dit helemaal is geen standaard verhaal. Vrij achterom, nou dat is ook altijd fijn. Ja, precies. Zijn we gek op je. En ik doe zullen we deze een beetje, want ik vind het een beetje koud voor een hier. Een kleine cryptische noot, want daar was je ook goed in. Ja, ja, ja. Spring maar achterop bij mij. We toeren er nu even snel doorheen. Want ja. Wat hebben we allemaal gezien hier aan de Martinesnijhoflaan nummer 49? Ja. Echt een hele knappe tussenwoning. Echt verrassend. Ik zou zeggen, spring maar achterop. We brengen je hier naartoe. Zeker. En ook als het nodig is thuis. Maar eerst langs het kantoor voor de koopovereenkomst te tekenen. Want dus als je dit gezien hebt, ja, dan wil je niet anders. Wil je kopen? Want zoveel van dit soort huizen staat op dit moment niet te koop. Dus wees snel, sta je slag. Maar wat is er dan te koop? Gigantische woonkamer. Ja, echt waar. Ik deed net een dansje, maar dat kan hier. En niet in je eentje. Deze kant van die woningen zie je dat nooit. Nee. Dat geldt ook voor de slaapkamers. Deze afmetingen, die zien we in grote tweekamers ook niet eens. Nee, klopt. En dat heb je hier echt goed voor elkaar. En die hoogte geeft ook gewoon een heel speels effect. Nou, wat is ook leuk. Tuin vrij achterom. Op zich een hele goede bezoning. En we geven dit toe. Keukensanitair zijn er iets minder onderdelen van de woning. Is prima, maar ik kan me voorstellen zeg, van, dat we een beetje updaten naar nou, inmiddels bijna 2020. Maar die tuin in Nechten, dat is allemaal al gedaan, hè? In mooie sferen met palmbomen. Het geeft echt een relaxed gevoel. En het werkt wel, hè, allemaal. Ik bedoel, het is niet zo dat je hier, hier niet kunt behelpen. Nee. Maar oké, okay, het kan. Zeker. Nog één klein dingetje. Ja, detail. Voor nog geen... 240. Klopt. Dus dan zal de vraagprijs 239 zijn. Ik zal je verrassen. Met 500 bij. Omdat je er achterop zit bij mij. 235.000 euro. Breng je uit de tuin. Nou, helemaal goed. Dat is al een leefballetje. Zeker weten. En wil je dat we de volgende keer bij jou aankomen scheuren? Heel graag. Want graag de volgende bij jullie thuis. En voor deze bedankt voor het kijken. En tot de volgende. Hoi!